Ik ben Gerry Derks en samen met mijn man zijn wij eigenaar van Billy Bird Park Hemelrijk, de plek waar jullie nu zijn. En vanavond hebben we de tweede editie van het Lichtfestijn. Wij denken dat wij onze gezinnen met kinderen in een sprookjesachtige sfeer ook ons park kunnen laten zien. Dus ze kunnen in alle attracties, we hebben acts, we hebben kunst. Ik denk dat de kinderen op een hele andere manier samen met hun ouders in de avond kunnen beleven. Ja, het is echt fantastisch leuk om mee te maken om een attractiepark te zien. Maar dan echt in het donker. Dus normaal kom ik mensen natuurlijk altijd in vakanties en altijd in het daglicht in een park. En het is echt speciaal om echt een rondje in de achtbaan te maken in het donker. Om het touwparcours te beleven in het donker. Maar ook gewoon om echt door het park te lopen en een hele andere sfeerbeleving krijg je daardoor. Ik vind het leuk omdat het echt veel bezoekers trekt. Het is mooi verlicht, het is allemaal best heel leuk om te zien. En het is gewoon een leuk park. Ja, het is gewoon een hele leuke sfeer. De sfeer is goed. Leuk met die lampjes allemaal en lichtjes en zo, dus heb het leuk voor elkaar. We hebben hier een hele grote kraanvogel achter mij staan van 5 meter hoog. Dat is lichtkunst, dat is de eerste keer dat we dit jaar doen. Dus als mensen een route door het park lopen, kunnen ze overal lichtkunst tegenkomen. En het kunstwerk wat hier achter mij staat is gemaakt door Vivian Ammerlaan. Ze maakt echt fantastische dingen. Het is een heel ander publiek dan wat ik normaal krijg. Normaal in exposities dan ontvang je vooral volwassenen of jongvolwassenen. En hier, ja, de kinderen, ze zijn zo puur en zo eerlijk over wat ze vinden. En de achterliggende gedachte achter dit werk is dat ik me wilde laten inspireren door licht, maar ook door water en beweging. En ik heb gezocht naar een manier om werk te maken niet vanuit de lichtbron, maar dat het werk met het licht ging spelen. En vandaar dus de cd's en de beweging. En ja, ik kan wel even een zetje geven. Dan gaat het licht ook spelen op de grond en in de lucht. En er gebeurt gewoon van alles zonder dat licht echt het kunstwerk zelf is. Die mannen echt keigoed spelen en tegelijk en geen fouten maken. Allemaal tegelijk heel goed deden. Buurtvereniging Heidgoed gaan we ieder jaar naar het Lichtfestijn op het Hemelrijk. Omdat het gewoon gezellig is, en mooi donker, allemaal lichtjes en de kinderen vermaken zich. En onze slogan is Happy Together. En daar wil ik het ook heel graag dan mee afsluiten. Hier zijn gezinnen, vrienden, kinderen altijd happy together. En daar doen we iedere dag weer ons best voor. We zitten nu in Eindhoven op het Catharinaplein voor de deur van Dynamo. En we organiseren het weekend het Bloodshed Fest, internationaal punk hardcore festival. Het is nu volop aan de gang, ongeveer 700 mensen binnen. Wordt een dik feest, internationale bezoekers. Een bijzonder festivaletje omdat in 2 dagen eigenlijk Eindhoven een beetje zwart kleurt. Met nogal heftige shirtjes zie je mensen hier binnenkomen vallen. Het uiterlijk lijkt alsof iedereen hier boos en weet ik wat wel niet is. Dat snap ik, want iedereen staat te schreeuwen op het podium en de gitaren staan hard en de drums ook. Maar als je ziet hoe de sfeer is en hoe er met elkaar wordt omgegaan en je ziet die mensen daar allemaal woest op elkaar staan in te beuken, dan zie je ze ongeveer een half uurtje later samen aan de bar staan. En het is gewoon gezellig. De meeste bands die hier spelen, die zijn allemaal wel sociaal kritisch. Dus het is heel erg links georiënteerd. Je zingt over problemen in de wereld, waar dat de punkmuziek eigenlijk ook vanaf komt. En het heeft zich een beetje verder vertaald. Het enige wat het verschil is, is dat de muziek gewoon wat extremer is, wat harder. Dus het is voor een hele kleine doelgroep. Ja, gezellig. Ik kom hier zelf al jaren. En het is altijd gewoon gezellig. Leuke mensen.
komen letterlijk uit heel de wereld hier naartoe ook. Dus ja, het moet gewoon een heel breed publiek. Het zijn bijna dezelfde gezichten die je ieder jaar ziet. Als ik naar een soortgelijk van festival zou gaan in Tsjechië, of ik ga naar een heel klein showtje waar 30 man op afkomen in Spanje, dan zie ik dezelfde mensen die ik hier nou ook zie. Dus ze komen allemaal bij elkaar. Dus het is eigenlijk een grote groep van vrienden bij elkaar. En dat maakt het heel erg speciaal. Metal is een familie. En niemand gaat elkaar haten of vreselijk doen of pijn doen. Het gaat er puur om, als je van de muziek houdt, maakt niet uit hoe je eruit ziet, maakt niet uit hoe je bent. Je kan hier gewoon bij komen en gewoon meegenieten en meefeesten. Zoals ik al zei, het is natuurlijk allemaal enigszins links geëngineerd. En daar hoort ook het veganisme bij. We hebben daar een veganistische gebakkraam. Dat is de eerste keer dit jaar dat we dat doen. Het gaat goed, zegt ze. Ik verkoop taartjes. Taarten van Jansen zijn het. Jansen ben ik, dus krijg je taart van Jansen. Alles wat ik maak is helemaal vegan, dus helemaal plantaardig. Geen dierlijke ingrediënten. Maar van alles, zoals je ziet, chocoladecookies, Oreo cupcakes, bananenbrood, citroencake, noem het op. Oh, they should come here and visit this place. It's great, it's great. It's beer and it's great bands and yeah, really enjoying it. In Northern Germany we have also great bands, but not so many in one place as here. So it's great, yeah. Een bierfestival en dan kunnen mensen allemaal bier proeven. We hebben 10 brouwers die naast de Herresbok nog een 4-5 andere biertjes bij hebben. We hebben voornamelijk lokale brouwers. Het is een beetje kleinschalig, dus daar houdt het wel een beetje gemoedelijk en gezellig. Ik ben bier aan het brouwen. Wat is hier dus Bokbierfestival? En ik mag voor de organisatoren elk jaar bier brouwen. En als hobbyist vind ik het heel mooi om een hobby te laten zien. Hoe je van ja, een heel klein iets eigenlijk een heel mooi biertje kan laten maken. Want is het moeilijk? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik vind het niet moeilijk. Maar je moet hygiënisch werken. Volgens een bepaalde routine werken. Ja, en je moet er passie in hebben. En passie proef je terug in bier. Wij hebben een herfstbok, we hebben een lentebok, we hebben een dubbelbok en we hebben een dubbelbok op bessen. Ja, dankjewel. En welke is dan het lekkerst? Oei, moeilijke vraag. misschien wel de herfstbok. Ja, denk het wel, de herfstbok. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorzien. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het bier uitvond van je hyperdebiet, hoera. Ik heb zelf een biertje geproefd van mijn zoon. Want die is de eigenaar van brouwerij Sint Crispijn. En ik heb dat werk een klein glaasje bier vandaag geproefd. Een kleintje maar? Een kleintje maar, ja. Want ik drink niet zoveel bier. Ik vind het heel leuk om te maken, maar om veel te drinken, daar zit er bij mij niet in. Waarom dat we hier naartoe kwamen vandaag? Echt wel om verschillende biertjes te proeven. Kijken wat er allemaal weer voor nieuws is. Bent u een bierliefhebber? Absoluut, ja. Waarom? Ja, de rest vind ik gewoon niet lekker. Ik drink eigenlijk nooit frisdrank of andere drank of wijn of rosé. Dat vind ik gewoon niet lekker. Ik ben gewoon echt een bierliefhebber. Ik vind het lekker op een beetje bittere smaak. Hobby van me. En dat is leuk. Best wel redelijk weer. En een lekker biertje hoort erbij. En waar let u nou op? De kleur. Een beetje zoetheid. Maar ook de bitterheid die hierin zit. Moet ook wel, het is een blijvend bokbier dus. Maar het leukste hieraan vind ik wel dat je biertjes hebt die je normaal niet zo snel in de winkel vindt. Tenminste, je vindt ze wel in de winkel, maar het is net even wat specialer dan anders, die bokbiertjes. Dus ja, het is wel extra gezellig. Santé.
Het gaat komend weekend weer alle kanten op met evenementen in Brabant. November Music gaat dwars door alle genres heen met muziek in allerlei vormen. Op diverse podia in Den Bosch zijn uiteenlopende concerten. In 11 dagen zijn er maar liefst 80. In deze donkere maanden zijn er ook veel horror-evenementen, zoals de Horrorzone in Best. Dat neemt van 3 tot met 18 november Park Historia over. Met angstaanjagende taferelen zoals destijds in de middeleeuwen. In de directe nabijheid gaat het er zaterdagavond heel wat vrolijker aan toe. Tijdens het Winterparkfestival op Aquabest. Een gezellig wintersfeest met duizenden bezoekers die genieten van winterattracties en veel muziek. Het natuurgebied rondom Someren is komende zaterdag het decor voor de 38e Hubertusjacht. De traditionele opening van het jachtseizoen. Waar jagers en honden achter een kunstmatige prooi aangaan. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail ons dan. Evenementen@omroepbrabant.nl.